Henk Vreese, wat een draak van een wedstrijd was dit. Ja, dat kan je wel zeggen. Waar lag dat aan? Poeh, je gaat ervan uit, althans dat is mijn aanname, dat alles eromheen toch misschien wel heel veel invloed had op. Hè? En wat dat betreft is dat ook heel erg begrijpelijk. En als je heel erg eerlijk bent, achteraf verdiende deze wedstrijd ook geen winnaar. En misschien was het ook de meest gepaste uitslag op dit moment. Daarmee doe je op de minuut stilte alles wat er omheen gebeurt rond dat spoorwegdrama van gisteren. Ja, ook voor mij persoonlijk. Het maakt het heel veel makkelijker relativeren. Hè? De wedstrijd is ook al hadden we gewonnen, ook al hadden we verloren, is vandaag van absoluut van ondergeschikt belang. Dat maakt ineens alles weer heel relatief, hè? Ja, goed, dat zeg ik. Vandaag gaat het me behoorlijk wat makkelijker af, ja. Als je dan toch naar deze wedstrijd kijkt, hè? Wat zijn dan de dingen waarvan jij zegt, als we dat eventjes aan de zijkant zetten van wat er allemaal eromheen is gebeurd, van deze wedstrijd zelf, waarvan jij zegt, ja, daar ben ik niet tevreden over. Ik vanaf moment 1 was de passie, de beleving was nul. En wat voor afspraken je ook maakt, hè, en wat je voetbaltechnische, tactische kwaliteiten ook zijn van de ploeg. Als je één ingrediënt, en dat is die passie, die beleving, en dus vuile meters weigert te maken. Ja, dan ga je niks creëren. En de eerste helft hebben we volgens mij niks gecreëerd. Nee, dat de enige kans in de eerste helft was sowieso van Smeets, van Topos. Ja, dat was één kans van de tegenstander, klopt. Op een gegeven moment in de tweede helft haal je je spits eruit. Lars Veldwijk, die wordt naar de kant gehaald. Duiven Zoglu komt in de ploeg. Wat was het idee achter die wissel? Ja, kijk, je moet op een gegeven moment moet je iets anders gaan doen. Want een 70-tal minuten, 60-tal minuten werkt het niet. En het zijn voor twee verschillende types. Nou, op dit moment naast elkaar werkt ook niet. Want dan roep je heel veel meer op jezelf af. Dus dan moet je een keuze maken. En die heb ik gewoon gemaakt. Omdat het een tijd geleden ook goed heeft uitgepakt. Nou, vanavond niet. Zo'n wedstrijd waarvan je uiteindelijk zegt van 0-0. We verliezen misschien wel 2 punten. Maar snel vergeten, vooruitkijken naar de volgende. Ja, kijk, je moet beseffen op een gegeven moment. En daarom werd ik ook even kwaad op het einde. Je hebt eigenlijk heel de wedstrijd nagenoeg niets laten zien. Het zat er gewoon niet in. Om wat voor reden dan ook. Dat kan een keer gebeuren. Maar dan moet je ook zo volwassen zijn. Dan moet je maar gewoon die nul houden. Dat hebben we gelukkig gedaan. Er waren een aantal lichtpuntjes. Nou, de nul houden is een lichtpuntje. Je kan zeggen, het mooiste heeft zich buiten het veld plaatsgevonden. En dat was tussen de supporters van beide partijen. Ja, dat was schitterend om te zien hoe die beide respect hebben getoond naar de familie. Maar ook naar elkaar toe. En het is altijd jammer dat zoiets verschrikkelijks die samenhorigheid moet creëren in deze mooie sport. Dus daarom zeg ik super teleurgesteld. Ik ben ook uit de kleedkamer gebleven vandaag. Normaal doe ik wel even een woordje. Nou, vandaag was het gewoon verstandiger om dat niet te doen. Maar je beseft ook dat, luister, dit staat, ja, dit is niets ten opzichte van wat de familie is overkomen. Dus ja, nogmaals, voetbal.